deden het goed. Johan Bruineel finishte uiteindelijk op een zeer mooie derde plaats. Ploegmaat van Jalabert trouwens. Het was 13 jaar geleden dat er een landgenoot op het podium stond in een grote ronde. En Axel Merckx debuteerde op meer dan uitstekende wijze in het langere werk. Michel Duits met deze eigen bijdrage. Zeg nu zelf, wat uitstraling betreft moet Johan Bruineel zeker niet onderdoen voor Laurent Jalabert. Maar Jalabert is een winnaar en winnaars krijgen de supporters op de hand. 5 ritoverwinningen en eindoverwinnaar van de Vuelta. 25 seizoenszegens, niemand doet beter. Jalabert grijpt bij ons zijn naar de macht. Concurrent en landgenoot Richard Virenque noemt Jalabert nu al de nieuwe patron. Je sais pas, je paye personne. Je crois qu'un patron doit payer ses ouvriers. Non, je crois que Virenque, il a été peut-être un petit peu surpris par mon rendement sur le Tour d'Espagne. Et bon, ben voilà, je crois que sur le Tour d'Espagne, c'est vrai que j'étais très fort. Et bon, dès que la course était difficile, j'étais assez facilement devant. Donc c'est un peu ce qu'il a voulu dire, je pense. Hij heeft ook zijn leeftijd mee natuurlijk. Hij is nog relatief jong. En als hij nog evolueert, dan wordt het toch zeker de chef van de komende jaren. Vroege winst in Parijs-Nice met overwinningen in Milaan-San Remo en de Waalse Pijl voortreffelijk in de lenteklassiekers. En daarbovenop ritwinst, een vierde plaats en groen in de Tour. De 26-jarige Jalabert is een man van alle seizoenen. Maar belangrijk, tussen lente en zomer heeft de Fransman 5 weken rust genomen. En daar ligt het geheim van zijn uitstekende nazomer. Ik denk dat we op de Tour de France on a senti qu'on était encore frais, et c'est surtout sur le Tour d'Espagne où tous les organismes sont fatigués et qu'on nous on a un peu moins accusé la fatigue que la plupart des autres coureurs. Eigen aan echte patrons, ze worden gulzig. Neem nu de 17e Vuelta-rit. Bruineel kent een superdag en snelt naar de hoogte van Luzardiden. De rest kreunt, ook Jalabert letterlijk zelfs. Is het waar dat hij een paar keer op jou geroepen heeft in de klim? Ja, dus. Ja. Geen verdiende ritwinst voor Bruineel. Jalabert dan maar weer, ondanks een dalend vormpeil bij de Fransman. Bruineel daarentegen eindigt sterk. Zijn tweede plaats in de tijdrit bewijst dat. Bruineel ondertussen 31, reed wellicht nooit beter. In grote rondes heb ik nu de ervaring dat je toch een zeker aantal jaren nodig hebt om rijp te worden en ervaring en inhoud te krijgen. En ik denk in het wielrennen van heden ten dagen ligt dat leeftijd rond de 30. Axel Merckx heeft zijn eerste grote afspraak niet gemist. 11e tot Luzardiden. 1 mindere dag slechts en uiteindelijk 21ste. Axel wordt niet langer benaderd als de zoon van. Axel heeft voortaan een eigen identiteit. Dat is een grote voldoening voor mij. Dat is eigenlijk een opluchting. Dat ik ergens iets waard ben om een prof te blijven en te zijn. En daar ben ik zeer trots op. Opmerkelijk ook de mentale maturiteit van de pas 23-jarige prof. Op weg naar Plat de Berre test hij zichzelf. Goeie benen, maar toch niet goed genoeg om de actie af te ronden. Axel Merckx weet perfect wat hij nog tekort komt. Ja, ik denk gewoon krachten, die explosieve krachten en die macht om echt die tempoversnellingen en zo, dat moet gaan werken. En ik denk dat daarvoor de winter zeer belangrijk is voor mij. Geduld, geen extreem hoge verwachtingen, Axel fysiek laten rijpen, daar komt het op aan. Het is anders met Edwig van Hooijdonk. 29 al en ook in deze Vuelta vrijwel onzichtbaar. Maar bewonderenswaardig bij Van Hooijdonk, hij blijft altijd eerlijk en zoekt nooit excuses. Laat ons eerst beginnen met jouw Vuelta. Ja, die is eigenlijk slecht geweest. Daar kun je kort over zijn, hè. Ja, gewoon niet goed. Een dalende marktwaarde, maar toch is of was er belangstelling. Motorola flauwtjes, Telecom nadrukkelijk. Het ziet er echter naar uit dat Van Hooijdonk bij Raas blijft. Nou, Jan heeft me gezegd dat Van Hooijdonk in ieder ploeg past voor het voorjaar. Dus ook bij de ploeg Raas. Hè. Nog even terug naar Bruineel. Einde contract bij ons, zei veel interesse, vooral van weer Jan Raas. Bruineel ingeburgerd in Spanje. Zijn huis in Calpe is bijna af, twijfelt nog. Ja, ik voel me hier thuis en ik woon hier. En ja, er zijn ook nog andere zaken die meespelen natuurlijk. Hè. En,
ik hoop dat we morgen eens alles rustig op een rijtje kunnen zetten en dan de juiste beslissing nemen. Insiders beweren dat onze ploegleider Sijs niets vermag tegen het hoge aanbod van Raas. Wat Brenil ook beslist, hij kan zeker op beide oren slapen. Ik lees het telex van 19:30. Van 19:30 precies. Johan Brenil maakt vrijwel zeker de komende twee seizoenen deel uit van de nieuwe ploeg van Jan Raas. Zijn huidige ploegleider Manolo Sijs liet zondag, dat is dus vandaag, in de Spaanse hoofdstad, dat moet Madrid zijn, weten dat Brenil tot een akkoord gekomen is met Jan Raas. We zien wel de volgende dagen. Johan Brenil blonk uit in Spanje, dat weet u. Maar wat dan gezegd van Vincent?